Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Ik heb nu 2 of 3 concerten van jullie gezien. Ontzettend leuk. Ik vind het ook heel mooi. Het was afgelopen zondag echt een succes. Ik vond het heel erg mooi. Maar waar ik los van de zang zo trots op ben, dat is wat uw voorzitter ook zegt. We zijn ook een vriendenclub. En als mensen wat moeilijker kunnen komen of een keer, dan zorgen we voor elkaar. En dat vind ik de kracht op van zoiets als dit koor is. Als je ouderdom komt met gebreken, zeggen ze, dat merk ik zelf ook wel een beetje. Dat je dan toch zegt, en u zit allemaal heel fit bij. Dat ik denk, nou, daar red ik nooit. Maar goed, dat zien we in de toekomst wel. Maar het is wel fijn als je een club hebt waarvan mensen zeggen, fijn dat je erbij bent. En wij gaan daar ook voor zorgen dat je erbij kunt zijn. Ik denk dat dat, los van de mooie zang, heel erg belangrijk is. Ik feliciteer jullie. Ik feliciteer u allemaal. Echt top. Ik zei net tegen de dirigent, ik kom uit een hele muzikale familie en ik ben de enige niet-muzikale. Mijn moeder was ook dirigente van het kerkkoor. En mijn vader was ook, mijn broertjes, ze speelden allemaal een instrument. Ik niet, helaas, ja. Maar ik word wel beschermvrouw van de koor, dat hebben zij dan weer niet, hè? Ja. Dus heel hartelijk gefeliciteerd, maar ik feliciteer u volgend jaar natuurlijk het hele jaar, want dan is uw jubileumjaar. Maar ik feliciteer u met de vriendschap en de warmte en de gezelligheid die u toch met elkaar heeft. Want ik denk dat dat toch wel heel erg belangrijk is. En nou, dankjewel voor de uitnodiging. En ik ruik al van alles, dus ik hou gewoon op met praten. Ik wens je ons allen een hele fijne avond. De versierster zie, dan lijkt het langzaam een Russische generaal die allerlei spelden op zijn borst. Kijk, dit is een vrouw alsjeblieft. We hebben vorig jaar besloten, omdat we toch steeds meer aanvragen kregen, om ook mensen van 60, 65 en zelfs 70 jaar met een oorkonde en een spel te eren. Oké. Nou, is het natuurlijk zo dat het koorzingen toch een generatie is die toch wel ouder is over het algemeen. Ik heb net al iets gehoord dat jullie wat initiatieven nemen ook jongeren erbij te krijgen. Hoe zit dat? Nou, het is best een probleem binnen de mannenzang om hetgeen wat natuurlijk een aantal jaren geleden gewoon heel vanzelfsprekend was om bij een koor te gaan, om bij een vereniging te gaan, is in deze samenleving even niet meer het geval.
Dus we moeten wat inspelen op de nieuwe samenleving. Die samenleving van 40 jaar geleden is er dus niet meer. En we moeten als koren kijken van wat kunnen we daaraan doen. En dat geldt niet alleen voor de repertoirekeuze, maar dat geldt ook voor je presentatie. Hoe sta je erbij? Moet je per se dat uniform aan of kun je ook wat anders doen? Moet je per se klassiek zingen of kun je ook wat andere nummers brengen? Daar zijn we volop mee bezig om erover na te denken. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag naar onze scherpe huurprijzen.